Claire is een titel die sterke vrouwen omarmt, die sterke vrouwen ondersteunt. Niet voor niets hebben Spijkers en Spijkers in 2010 al de Marie Claire Prix de la Mode gewonnen. Truus en Riet zijn er gewoon voor gegaan. En zie waar we nu staan op een waanzinnig prachtige show. Dat is waar Marie Claire van houdt. Vrouwen die hun droom najagen, die ervoor gaan en er dan ook nog een succesvolle onderneming van maken. Nou, de reden waarom Sanoma de Fashion Week sponsort is eigenlijk tweeledig. We doen dat enerzijds omdat we jong fashion talent willen stimuleren, maar anderzijds ook om al die inspiratie, al die creativiteit die je hier vindt, naar onze lezeressen van Marie Claire, Gracia, om dat over de bühne te brengen. Ik heb niks met mode, maar ik vind het gaaf omdat het eigenlijk het is hetgene wat je altijd bij je hebt. Het is ook het is iets wat heel persoonlijk is en om daar over na te gaan denken van hoe gaat dat, waar gaat dat heen? Dat vind ik heel fijn. Ja. Het is heel erg draagbaar allemaal. Wat was de insteek voor deze collectie qua draagbaarheid? Ik vind het heel belangrijk dat je dingen goed kan combineren. Dus ik denk dat je hier echt uit kan leven. Dus wij hebben wat dingen laten zien, maar je kan echt eindeloos combineren. Ik heb de vorige show ook mogen meemaken. En ik vind dat ze hele mooie eigen signatuur hebben. En dingen die heel erg draagbaar zijn. Dat vinden zij belangrijk. En dat is ook een mooi contrast met de andere shows die we hebben gezien. Het is prachtig, prachtig, prachtig. Van tevoren hadden Truus en Riet al een tipje van de sluier gelicht. Ze zouden een reis van 80 dagen om de wereld gaan. En de show begon. Alle ballonnen van Jules Verne kwamen naar boven. En ik dacht, wij worden inderdaad meegenomen op één grote wereldtour. En alles wat ik gezien heb, wil ik hebben. Dat ging goed.